Het is vandaag zondag. We zijn vandaag hier ook even bezig geweest weer in het appartement. Jullie hebben gezien dat de bokjes bezig waren met spelen met elkaar achter elkaar aan het aanrijden en bokken en noem maar op en al iets voor. Dat heb ik dus gefilmd, want we waren hier bezig en toen zagen we dat. Want ja, ik kijk hier uit op een kinderboerderij, dus dan ben ik op het balkon gaan staan en heb ik dat gefilmd. Ik heb met mijn moeder vandaag ook even bekijken over meubels verder. Ik wou eerst dat ze 4 eettafelstoelen hebben en deze eettafel, maar dat gaat niet passen. Of ik moet hem uitschuiven, maar dat gaat hem ook niet worden, want dan komt mijn ruimte een beetje te kort. Dus er is 3 eettafelstoelen voldoende. En ook wat ik even nog ook moeten kijken is het bed. Ik wou een 2-persoonsbed. Ik twijfel of het hier past. Ik weet het niet zeker. Anders moet ik even bij mijn buurvrouw hiernaast even kijken, want die heeft wel een bed. Wat ook een 2-persoonsbed. Dus die past bij haar ook blijkbaar. Ik begreep van hem gelijk. Maar ik moet anders even bij haar eens even kijken van hoeveel wat. Ik was even vanmiddag ook even in de oude woningen geweest. Dus toch best wel een gek gezicht. Maar ik bedoel, ik moest er even heen. Want ik kon hier een bestekset niet vinden. Ik dacht, nou, die zou wel daar nog liggen. Blijkt nou, lag daar helemaal niet. Ik dacht eens dat het kwijt was. En dat oude huisgenoot, mijn huisgenoot zeg maar, nu buurman, dat zou hebben gepongeluk hebben gekregen. Dat had gekund. Blijkt nou dat het toch hier in de doos lag. Nou, dus uiteindelijk dat gevonden en alles is opgelost. En nu, het is vandaag vrijdag. Vandaag komen ze de internet aansluiten. Daarom ben ik nu al wakker. Het is bijna 8 uur. Ik ben al rond een uur of 7 was ik wakker. De monteur die kan dus straks komen voor internet. Ja, dus dan ben ik blij dat ik vandaag eindelijk internet heb. Ik heb nog wel geen tv die aangesloten kan worden. Dat is dan wel weer jammer. Maar ja, dat komt wel. Ik moet gewoon een nieuwe kopen. Maar eerst vind ik meubels wel belangrijker. Ik ben blij. Mijn eerste paar meubels van binnen net. Die zijn net binnengekomen. 3 eetstoelen zijn binnengekomen. En een salontafel. Deze doos, daar zit een salontafel in. Dit zijn 3 kuipstoelen. En dit zijn dus de poten die eronder horen, die erin moeten. Dus ik ben blij. Leuk, meubels in elkaar zetten. Gisteren heb ik 1 stoel in elkaar gezet. Dat is gelukt. 1 eettafelstoel. Nu ben ik met de 2 erbij, zeg. Echt, dat lukt me iets niet. Echt, ik heb me net echt 10 keer kapot lopen ergeren. Ik ben bezig met de poten, dus met het onderstel van de stoel. Die poten monteren, dat is echt niet zo makkelijk. Daar had ik gisteren ook een probleem mee. Maar dat is uiteindelijk me ook wel zelf gelukt. Nu heb ik weer ook datzelfde gehad, maar nu heb ik met dit het probleem. Dit stuk moet ertussen. Je hebt van die puntjes die dan daarin moeten. En dan heb je ook nog een gat waar een schroef doorheen moet. Nou, doodleuk. Dan moeten er die van zulke dingetjes in. Die heb ik erin gedaan. Maar wat wil ik doen? Ik wil een schroef in draaien. Ja, hij is nu een beetje kortslag gedraaid. Maar dat gaat dus niet. Ik heb echt een partij lopen mopperen, niet normaal. Maar ja, dus ik heb net de begeleiding gebeld. Die is nu even nog niet hier aanwezig, want die is nog even weg. En die komt zo meteen nog wel hier naartoe om mij te helpen. Want ik ergerde mij gewoon groen en geel gewoon aan. Verschrikkelijk. Ik had gisteren ook hulp nodig met het eten, de salontafel in elkaar zetten. Want daar had ik met het blad had ik eventjes problemen. Want dat kan je niet in je eentje. Dan moest je wel met z'n tweeën doen. Ik dacht, oh, dit lukt me wel makkelijk. Net zoals gisteren. Niet dus. Vandaag dus niet. Dit is echt de laatste keer dat ik dit in elkaar ga zetten voor de volgende keer. En de volgende keer als ik een bank en het bed laat komen en de tv-meubel, laat ik dat lekker door IKEA in elkaar zetten. Want ik ben daar klaar mee. Ik heb vandaag de IKEA even moeten bellen. Want ik wou dus weer een kuipstoel in elkaar zetten. Mijn ouders waren ook hier. Die hebben er eigenlijk een beetje mee geholpen. Toen was mijn vader ermee bezig. Het onderstel van de stoel. En dan kwam hij erachter dat er bij 1 poot een beetje verkeerd is gegaan. Namelijk die poot die dus nu los op dat ding ligt.
daar is wat mee. Namelijk, dit gat is eigenlijk dus gewoon zeg maar te hoog geboord. Waardoor dus zeg maar hier moet een schroef doorheen. En die komt dan hier weer uit. En die zou dan daar dus in moeten. Maar dat gaat dus niet. Dus ja, daarvoor hebben we dus IKEA even gebeld. Want ja, ik heb dus garantie. En ik heb dus hun gebeld. En ze zeiden van dat ik vrijdag even terug moet bellen. Want dan, ze hebben een dossier aangemaakt. Waarmee ik dus terug kan, ik kan dus terugbellen. Dan gaan ze vrijdag kijken wanneer dit onderstel omgeruild kan worden. Ik heb vandaag bij de Action heel wat leuks gekocht voor mijn appartement. Namelijk een schilderij. Over een tijdje, als ik nog meer dingen heb die opgehangen worden, laat ophangen. Namelijk deze lijst. Die lijst wil ik daar ergens aan die muur hebben hangen. Niet boven het kastje, want dat vind ik zet van die mode. Daar heb ik er zelf aan gekeken. Maar ik wil hem daar ergens hebben hangen. Tegen die tijd. Ja, dus deze die hadden ze ook bij de Action in zebra. Met en een olifant. Dit heb ik sowieso ook als ik eerder bij de IKEA gezien. Toen ik daar was. En dat vond ik wel leuk. Dus ik dacht, ik koop deze voor de Action. Scheelt me weer geld. Dus heel goedkoop. Voor €8,95 heb ik deze gekocht bij de Action. Dus relatief goedkoop. Maar wel leuk. Dus het is gewoon een doek eigenlijk die je ophangt aan je muur. Dus die ga ik ophangen. Is ook niet te groot. Is precies groot genoeg. Ik hoef ook niet zo'n grote lijst. Want ja, mijn appartement is niet zo groot. En dan wil ik niet gelijk een joekel van een lijst aan de muur hebben hangen in de woonkamer. Want dan, ja, lijkt de woonkamer gelijk een stuk kleiner. En dat wil ik niet. Kijk, en dan heb ik hieronder de tv-meubel liggen. Dit zijn de poten voor de bank die eronder komen. En dan heb ik deze lamp. Die komt over de eettafel. Die wil ik dus boven de eettafel gaan ophangen. Dit is dus die lamp die ik dus naast de tv-meubel wil hebben.